Welkom bij Spakenburg Nu. Met vandaag Spakenburg zingt, Gansendag, herfsttips van de tuinman. De zwerfboekbende met kinderen en opa's en oma's liet op 5 oktober tijdens de Nationale Kinderzwerfboekdag in Amersfoort een spoor van boeken achter. Deze zwerfboekbende bezocht onder meer basisschool De Kubus, de verkeerstuin, de burgemeester en dierenpark Amersfoort. Als bevlogen lezers vertelden ze aan de kinderen, ouders en de burgemeester hoe leuk en belangrijk lezen is voor de ontwikkeling van kinderen. Zwerfboekbendelid Anouk van 9 jaar zei, wat was het een leuke dag. Vooral de kinderen aan wie ik een zwerfboek gaf reageerden verbaasd. Gratis? Een boek? De boeken zijn ook een soort cadeautjes. Je krijgt ze gratis om te lezen. En na het lezen laat je ze weer zwerven voor andere kinderen. Ook de burgemeester van Amersfoort liet een boek zwerven. Het boek van Kikker is verliefd. Ik heb gehoord dat het boek al zwerft in Zeeland. Kinderen ontwikkelen zich beter als er leesvoer in de directe omgeving aanwezig is. Toch verlaat meer dan 10% van de Nederlandse kinderen de basisschool met een leesachterstand, omdat ze onder andere geen boeken hebben. Kinderzwerfboek, onderdeel van Nationaal Fonds Kinderhulp, doet daar wat aan. Overal in Nederland zijn ambassadeurs actief om gelezen kinderboeken in te zamelen en deze te delen met kinderen die geen boeken hebben. Er zwerven al honderdduizend boeken door Nederland. Kinderzwerfboek wil jaarlijks minimaal 250.000 boeken uit zwerven sturen. Kinderzwerfboek roept daarom iedereen in Nederland op om in een boekenkast te duiken en gelezen kinderboeken uit zwerven te sturen. Meer informatie kunt u vinden op www.kinderzwerfboek.nl. Zaterdag 8 oktober werd een speciale Gansendag gehouden bij zorg- en kinderboerderij De Veldmuis in Eemdijk. Het was een gezellig gebeuren. Op allerlei manieren werd aandacht gegeven aan ganzen. Emmy sprak met Ellie van Geest. Ellie van Geest, wat is hier op de kinderboerderij allemaal aan de hand, de zorgboerderij? Nou, hier op de kinderboerderij De Veldmuis hebben we een ganzenmiddag. En even is Eemdijk het ganzendorp van Nederland. En eigenlijk zouden we wel willen dat het zo werd. Want hier worden ganzen geflapt altijd, van november tot en met januari. Er zijn heel veel ganzen hier in het weiland die hier zitten en die hier ook overwinteren. Ja, er wordt hier best wel wat met de gans gedaan. We hebben ook een ganzenborstenroker, dus alles rondom de gans waar we vanmiddag aandacht voor vragen. Waarom zoveel over de ganzen? Nou, ze zitten heel erg veel in de weilanden hier bij het Nationaal Landschap Arkham en Eemland. En je rijdt er voorbij en eigenlijk, ja, je ziet ze zitten, maar wat zijn het dan voor ganzen? Wat doen die beesten? Wat doen ze met hun jongen? Dat zijn eigenlijk hele beesten die bij elkaar blijven, man en vrouw. En je hebt ook dat... De kinderen, of tenminste de kleine gansjes, die gaan in een soort crash. Dus dan zijn er twee leidsters, twee moeders. En de rest gaat gewoon lekker door met eten. Dus het zijn allemaal hele leuke dingen om te weten. En dan ga je ook anders door zo'n landschap heen. Dus er zijn er twee en die voeden eigenlijk alle kinderen op? Ja, twee of drie. Maar soms moet je maar eens opletten straks in de lente. Als de ganzen een jongen hebben. Dan zie je echt een heleboel. Denk ik, het lopen daar veel jongen. Ja. Maar dat is dus zo omdat dat de crash is. Wat leuk. Ja, ja, ja. Nou zie ik ook hier, wat vind ik helemaal niet leuk, ik zie een dode gans. Ja. We laten alles wat is dat nou? We laten alles zien. De ganzen, je moet een vergunning hebben om ganzen te schieten. En ze mogen schieten tot, wat was het ook weer, 1 april tot 1 oktober. Dus het is net afgelopen. En dan hebben ze gewoon een stuk waar ze mogen schieten. En deze gans komt uit Arkemeen Eemland. Bij Arkemeen, een beetje bij het stoomgemaal Hertog Reinoud vandaan. Daar heeft de jager zijn vergunning. En hij vroeg van, nou zal ik ook een dode gans neerleggen? Ik zeg, ja, doe maar, want dat hoort erbij. Want dat vlees komt natuurlijk wel van een dode gans. Ja, dat is ja. Logisch, ja. Ja. Wat wordt er nog meer gedaan? Nou, voor kinderen is er ook knutselen. Er is een ganzenpad, een klein 3 opdrachten. Dat ze kunnen kijken of ze ganzen zien hier nu in het weiland. En er loopt daar trouwens sowieso een gans hier van de kinderboerderij. En ze kunnen dus een vliegende gans maken, ze kunnen kleine gansjes schilderen. En voor de rest is er ook nog, je kan zelf ganzenbord spelen, maar dan wilde ganzenbord. Dat is een spel ontworpen door Natuurmonumenten, waarbij de opdrachten dan over de wilde gans gaat, zodat je daar gelijk wat over leert.
De ganzenflappers zijn aanwezig, die laten een video zien over wat dat inhoudt. En sommige mensen denken dat zij beesten doden, maar dat doen ze dus juist niet. Ze vangen ze en ze worden geringd en de gegevens gaan voor onderzoek. Je kan dus de hele gans bijna eten. Ganzenlever, gerookte ganzenborsten, ganzenworsten, geconfijte pootjes. Het is echt heel lekker. Want toen ik bij Thijs van Leeuwen was, toen lag de tafel lag vol. En ik heb ontzettend lekker gegeten. En ik ben het nu ook een beetje aan het promoten. Want het is echt, het is scharrelvlees en het is ook nog een streekproduct. Dus het komt hier vandaan. En, het is ook heel mooi dat het scharrelvlees is. Ja, zeker. Dus eigenlijk zouden we daar gewoon wat meer van moeten eten. Wat zien we hier allemaal? We zien hier ganzenleverpartij van de wilde ganzenlevers gemaakt. We zien hier geconfijte ganzenboutjes, ganzenworst en gerookte ganzenborst. Ik dacht dat het rode kool was zo vanuit de verte. Het is zo rood, hè? Heb je het al geproefd? Ik ga het zo even proeven. Ja. Soort carpaccio, lekker. En meneer zegt gezond. Ja, het is hartstikke lekker. Het is heel mager. Dus, en het is super kwaliteit. Ik had van het jaar met de Nederlandse kampioenschappen ganzenborst roken, was ik tweede. Dus dat was niet zo verkeerd. Dat was wel leuk. En de rest, we moeten wat met onze vrije tijd. We zijn gezond en gepensioneerd, dus dan ga je zulke dingen doen. En er zijn te veel ganzen, zegt mevrouw. Ja. Maar wat heb je nou met ganzen? Waarom nou juist ganzen? Nee, ik ben jager. En dat is buiten zijn. En het schieten is dan een punt achter de regel. Die je stuk natuurbeleving doe je. En wij schieten alleen datgene wat mag. En ik jaag in Polder Arkemeen, dat is een Natura 2000 gebied. Dan mag ik verder niks schieten. Geen eend, geen haas, niks. Alleen gans, grauwe gans. En dan alleen de overzomerende. Er zijn ganzen die blijven hier. En er zijn ganzen die trekken weg. En die vergunning, dus je krijgt elk jaar een vergunning. En die vergunning die loopt tot eind september. Dus nu mag ik daar niks meer doen. Want, waarom? Nu komen de trekganzen erbij. Die komen uit Siberië, Spitsbergen vandaan. En die komen hier overwinteren. Samen met die zomerganzen. Dus dan praten we over in heel Nederland 2 à 3 miljoen ganzen. Die we te eten geven. Ja. Maar dat is toch veel te veel? Dat kunnen we toch niet baas? Nee, maar nou gaan er gelukkig in het voorjaar weer een hoop terug. En dan blijven er ongeveer 800.000 hier zo. Het zijn grauwe ganzen hoofdzakelijk, maar ook wel koolganzen. Maar hoofdzakelijk grauwe ganzen. En daar hebben we dus vergunning voor reductie. Reductiejacht noemen we dat. Dus dat is zoveel mogelijk wegschieten in die zomermaanden. Maar ja, in het voorjaar met jongen en dergelijke, en dan ga je natuurlijk geen ganzen lopen schieten. Dus die laten we eerst groot worden en dan schieten we ze wel. Peter en Gijs, jullie zijn ganzenflappers. Wat houdt dat nou precies in, Gijs? Nou, dat is dat we in 3 maanden in het jaar, in de winter, gaan we met onze makkerganzen, met netting, proberen om de overwinterende ganzen te vangen. Die worden geringd, opgemeten en uitstrijking gemaakt. Dat deden we voor 2 jaar terug nog wel, nu niet meer. En dan worden ze voor de wetenschap weer losgelaten om te kijken de trekroutes van de ganzen, waar die weer teruggaan. Dus het heeft echt een nut, Peter. Die uitstrijkjes waar jullie het net over hadden, wat houdt dat in? Nou, die uitstrijkjes die werden tot voor 2 jaar werden die gedaan om griepvirus te controleren. En dat gebeurde in de Erasmus Universiteit. En die onderzochten de uitstrijkjes om te kijken, net als de brandgans, die heeft heel wat griepvirussen onder zich. Maar dat zijn, dat zijn eigenlijk allemaal griepvirussen die niet op mensen overdraagbaar waren. En mensen denken wel dat jullie die ganzen opeten. Hoe zit dat? We eten niks. Zodra wij 1 gans zouden doden, zijn we alles kwijt. Vergunningen, alles. Dat is een totale misvatting. Ja, dat is een totale misvatting. En wij hebben dus vaak, wij staan wel meer met onze maquette ergens. En het eerste wat we horen zijn moordenaars.
Want ja, dan hebben ze dat gezien voor de televisie. Dus dan die overzomerde ganzen worden gedood om net bij Schiphol. En dan denken ze dus dat wij dat doen. En als je dat dan probeert uit te leggen, is het heel moeilijk om ze dat te laten begrijpen. Want ze zeggen, ja, maar jullie vangen ganzen. Ja, ik vang ganzen. Alleen de wintermanden, diegenen die in de winter hier van komen en met de zomer weggaan. Ja. En in Schiphol zijn de ganzen die het hele jaar hier zitten. En dat is dan heel moeilijk te begrijpen. En dan op een gegeven moment, als ze het dan begrijpen willen, dan zeggen ze, ja, hebben we het toch verkeerd begrepen. Nou ja, zo hebben jullie toch duidelijkheid kunnen brengen. Ja. Wat is er nou zo mooi aan, Peter, om die ganzen te vangen? Nou ja, eigenlijk moet je een behoorlijke tik hebben om dit te doen. Want het is een hobby. Hobby. Je houdt van de natuur, lekker in de vrijheid. En ja, het is gewoon het is geweldig om daar in de winterdag. En zo zijn er wel meer hobby's. Waar we van houden. Stoere hobby's. Ik heb net een jager gesproken. Die vindt het wel fantastisch om ze te schieten. Hoe zouden jullie dat vinden? Om ze te schieten? Nou, kijk, als het over zomer is. Als daar wat mee gedaan wordt. Daar heb ik tenminste geen probleem mee. Want er is gewoon een overtal aan grauwe ganzen. En als we weten dat 15 grauwe ganzen net zoveel eten als één koe. En we weten hoeveel grauwe ganzen dan hier zitten. Maar ja, wij zitten hier puur als voor de wetenschap. En ja, wij vangen de koolgans, dat heb ik net ook gezegd, de rietgans. En daar houden we ons ook bij. Zo leren we steeds meer. Ik wens jullie nog heel mooie winterdagen. En ik hoop dat jullie veel ganzen mogen vangen. En ze ook weer los mogen laten. Dankjewel. De woningmarkt trekt in snel tempo aan. Steeds meer mensen in de regio Eemland willen de stap naar een ander huis zetten. Een knelpunt daarbij is echter dat het aanbod koopwoningen door de opbloeiende markt beperkt is. De vraag naar woningen overstijgt het aanbod. Ook omdat meer bewoners van huurwoningen door de lage rente een koophuis zoeken, vertelt Harro Morren, voorzitter van NVM in de regio Eemland. Tot deze regio behoren de plaatsen Amersfoort, Baren, Soest, Bunschoten, Leusden en Woudenberg. De cijfers liggen er niet om. In alle segmenten zijn meer woningen verkocht dan in het vergelijkbare kwartaal in 2015. Opvallend is de sterke stijging in het aantal verkochte appartementen. Dit woningtype liet een plus van liefst 16% zien. Morren zegt, en ook vorig jaar zat de woningmarkt al sterk in de lift. We kunnen dus constateren dat we het dal verlaten hebben en weer in een normaal functionerende woningmarkt terechtgekomen zijn. Ook tussenwoningen zijn zeer in trek, zo blijkt uit de cijfers. Die wisselden bijna 8% vaker van eigenaar. Het totaal aantal verkopen in Eemland steeg met ruim 5%. Feit is wel dat door de stijgende vraag ook de prijzen stevig klimmen. In de regio Eemland was de gemiddelde verkoopprijs van een woning in het afgelopen kwartaal 6,6% hoger dan in 2015. Dit toont aan dat we in een verkopersmarkt zitten en mensen durven door de groeiende belangstelling voor hun huis deze makkelijker te koop te zetten. Het is inmiddels niet ongebruikelijk meer dat een woning binnen enkele dagen of weken verkocht wordt. De gemiddelde verkooptijd van een woning is nu 56 dagen in de regio. Een ongekende snelheid, weet Morren. Eindelijk is de zomer echt voorbij. En wordt het ook herfst. Ook onze tuin komt in herfstsferen. En de prachtige zomerbloeiers gaan het een beetje opgeven. De tuinman heeft weer goede tips voor ons. Bart-Jan, de zomer voorbij. Helaas. Ja, maar moet ik zeggen, de zomerbloeiers doen het nog wel aardig goed. Ja, klopt. En waar komt dat van? Door de mooie maand augustus en de warmte die we hebben gehad in het eerste deel van september. En ook nu is het nog steeds mooi weer. Dus blijven we ze voeding geven, de planten. En het weer blijft zoals het nu is, kun je er nog een hele tijd plezier van hebben. Alleen, als je op een gegeven moment toch bent vergeten water te geven, of je denkt, ik wil ze niet leuk meer, of whatever, ja, dan wordt het tijd voor wat anders. Ja, want heel langzaam maar zeker moeten we natuurlijk onze maatregelen wel gaan nemen. Hè? Dat blijft natuurlijk niet. Het is eind september, begin oktober. Wat staat ons dan te doen in de tuin? Nou, als je naar je bakken kijkt en je zomerbloeiers, die raken echt op zijn eind.
dan is het de tijd om te denken aan het voorjaar voor volgend jaar. Dat is één. En je denkt aan een beetje kleur voor het komende najaar. Als je nou kijkt naar een beetje kleur voor het komende najaar, dan zou je daar een heide in kunnen zetten. Je kan er een viool in zetten. Maar je kan ook denken aan planten die niet bloeien, maar wel een mooie bladkleur hebben. Want dat is voor het najaar, heb je minstens zoveel plezier van als bloeiende planten. En waar je voor volgend voorjaar aan moet denken, dat zijn de bollen. De narcissen, de blauwe druiven, de tulpen. Die ga je in deze periode in de grond zetten. Nou moet je natuurlijk in de zomer heel veel water geven. Is dat nou ook zo met najaarsbloeiers? Of hebben die niet zoveel nodig? Die hebben veel minder nodig. Ze komen stil te staan. De opname van de planten is nihil. Alleen waar je wel voor op moet denken, dat het niet uitdroogt. Wat je vaak hebt in het najaar is dat er wat meer wind komt. En wind is een van de redenen waarom planten snel uitdrogen. Je hebt wel minder zon, ja, maar de wind wordt zeker niet minder. Dus denk eraan, laat het niet verdrogen. Dus kijk daar af en toe naar als je een pot hebt neergezet met wat planten erin, dat ze niet verdrogen. Maar ze hebben minder water nodig als in de zomer. Bart-Jan, buxus is eigenlijk niet weg te denken in tuinen. Maar ook met buxus kan je problemen krijgen en moet er soms de dokter bij komen. Nou, heb jij geluk dat de dokter voor je staat? Ja, je hebt gelijk. Buxus is ontzettend makkelijk. Ja, wat je ziet nu, waar ik het over heb, is eigenlijk dat heel langzaam de kleur van een buxus begint weg te trekken, hè? Ja, klopt. De buxus verandert van kleur. Kijk, je hebt hier plekken die nog best groen zijn en dan ziet de kleur er nog best goed uit. En langzaamaan zie je dat de kleur terugloopt van een beetje lichtgroen naar geel, naar bruinig. En daarbij begint hij ook nog een heel stuk dunner te worden. Dus dat betekent dat hij steeds minder blad krijgt en dat hij ook kale plekken krijgt. En nou is de vraag, ja, wat is het probleem? Waarschijnlijk zijn die meerdere problemen. Die kleur van geel naar bruin, dat doet denken aan de wortels die te nat staan. Die te vaak in natte grond staan. Want daar houdt een buxus niet van. Buxus heeft liever een iets drogere grond. En daarbij, omdat dan die plant wat te nat staat, is hij wat minder gezond, zeg maar. En als je minder gezond bent, dan ben je ook bevattelijker voor andere ziektes. En wat je hier ziet, dat duidt op een schimmel. Dat is niet zozeer te nat staan, maar dat is een gevolg van het feit dat hij te nat staat en daardoor die schimmel. Het is altijd heel moeilijk om precies vast te stellen waarom die nou te nat staat. Maar als we hiernaar kijken, hebben we in de tuin veel bestrating. En die bestrating die loopt van hoog en aflopend naar laag. En wat je hier nu vooral ziet is de buxus waarbij de straat wat lager ligt. Waarbij dus het water naar het laagste punt loopt, dat die het slechtste zijn. En het lijkt er ook wel op of het hier, want daar is hij heel dun en heeft hij maar heel weinig blad, als eerste begonnen is. We zullen nooit helemaal weten of dat de oorzaak is, maar daar ziet het er nu wel naar uit. Zijn er medicijnen voor? Of is het mission impossible? Nou, het probleem van het te nat in de grond staan is natuurlijk heel moeilijk om dat op te lossen. Als je een schimmel aan de bovenkant hebt of je hebt luis aan de bovenkant van een plant of een andere ziekte, dan zou je een bestrijdingsmiddel toe kunnen passen. Maar dat wordt natuurlijk hier heel moeilijk. En daarbij, de buxus is hier in zo'n kwaliteit dat dat nooit meer een mooie buxus zal worden. Dus dat wordt heel moeilijk. Dus eigenlijk is dit voor dit stuk, ja, einde oefening en de buxus eruit halen. Dat is eigenlijk de enige oplossing die ik voor dit stuk hier heb. Maar kan je dan een andere buxus erin zetten of gewoon heel wat anders bedenken? Nou, het is dus de vraag, als je het eruit haalt, dan zul je waarschijnlijk zien of die grond onderin nat is. En als dat echt natte grond is, ja, dan is het dus de vraag, zet ik weer nieuwe buxus neer? Als je dat toch wil, dan zul je eerst iets aan die grond moeten doen. Die zul je onderin heel goed los moeten maken en wellicht dat je daar een andere grondsoort doorheen mengt, waardoor het water onderin makkelijker wordt afgevoerd. En dan kan je weer nieuwe buxus neerzetten. Want dan is het probleem waarom de eerste buxus doodging, is opgelost. Het probleem is, deze kant is de buxus niet meer te redden. Aan de andere kant is de buxus eigenlijk prima. Het is een klein beetje verkleurd,
Maar met wat voedingsstoffen kunnen we daar nog prima wat aan doen. We hebben hier nog wel een ander klein dingetje waar we wel rekening mee moeten houden. Ook in dit stuk van de buxus zie je wat kale plekken. Aan deze kant en hier ook. Die kale plekken hadden we aan de andere kant hadden we ook. Daar vertelde ik dat dat waarschijnlijk een schimmel is. Wat er nou gebeurt op het moment dat de schimmel op een bepaalde plek zit, die gaat de buxus knippen, dat je via de schaar de buxus naar de andere kant brengt. Je besmet als het ware het andere deel van de buxus. Probeer ook, als je je schaar gebruikt hebt, dat je die eventjes met een anti-besmettingsmiddel even inspuit. Daar zijn gewoon speciale middelen voor. Dan ben je er vanaf. Of veeg hem goed af. Of doe dat met een beetje zeepsop. Of maakt niet zoveel uit wat. Maar ontsmet die schaar even. Begin niet gelijk aan een ander stuk wat gezond is. Precies. Want het risico van het verspreiden van schimmels is dan heel groot. Heeft u ook zoveel moeite om goede spullen weg te doen? Dan is hier een kans om het te leren. Woensdagavond 26 oktober organiseert de Bibliotheek Eemland de workshop Loslaten, weg met die spullen in het Eemhuis. Coach en professional organizer Ingrid Strooi verschaft inzicht in en handvatten voor het opruimproces. Deelnemers zijn van harte welkom in de keizaal van het Eemhuis van 8 tot 10 uur 's avonds. Tijdens de workshop vertelt Ingrid over de oorzaken van rommel en hoe het komt dat mensen vasthouden aan bezittingen. Ook neemt ze de aanwezigen stap voor stap mee door het opruimproces. Na deze workshop hebben deelnemers voldoende houvast om thuis of op het werk zelf aan de slag te gaan met opruimen. Wat ook zorgt voor rust en ruimte in het hoofd. Om deel te nemen aan de workshop Loslaten, weg met die spullen, is het noodzakelijk dat u zich opgeeft via www.bibliotheekeemland.nl. De kosten bedragen 10 euro voor leden van de bibliotheek en niet-leden betalen 12,50. Vrijdagavond werd in de fontein Spakenburg Zingt gehouden. Een zangavond door de LOS georganiseerd. Er werd enthousiast gezongen door alle aanwezigen. Hier kunt u luisteren naar het lied Op bergen en in dalen. Aanwezigen konden genieten van het optreden van vrouwenkoor Viva, gospelkoor Rejoice, Herma van de Cotelet en Hein de Graaf, maar ook van mannengroep Ma'adai.
huiskamer op de afdeling geriatrie in Meander Medisch Centrum biedt patiënten voortaan een sfeervolle plek om tijd door te brengen. De vrienden van Meander heeft via een sponsorproject gezorgd voor de aankleding van deze huiskamer. Patiënten kunnen nu samen televisie kijken, muziek luisteren en activiteiten doen. De huiskamer op de afdeling draagt bij aan het herstel en welzijn van oudere patiënten. Dat is van belang omdat deze patiënten over het algemeen meerdere aandoeningen hebben, aldus Karin Noorlach, activiteitentherapeut op de afdeling geriatrie. Veel van onze patiënten hebben last van geheugenproblemen, dementie, acute verwardheid, hartfalen en depressie. En daarnaast spelen er vaak ook zaken mee als ondervoeding, vallen en bedlegerigheid. De huiskamer geeft structuur aan de dag en helpt patiënten om in beweging te komen. We weten uit onderzoek hoe belangrijk het is dat patiënten worden geactiveerd om uit bed te komen en te herstellen in een zo normaal mogelijke omgeving met een normaal ritme. Een huiselijke sfeer levert hier een grote bijdrage aan. De maaltijden worden gezamenlijk genuttigd in de huiskamer in plaats van op de eigen kamer. En er is altijd een medewerker aanwezig in de huiskamer om de veiligheid van de patiënten te waarborgen. Patiënten kunnen er ontspannen, televisie kijken, een spelletje spelen, een tijdschrift lezen of een kopje koffie drinken en elkaar ontmoeten in een veilige en huiselijke omgeving. Dit was weer Spakenburg Nu. Donderdag is Los Politiek te zien, waarin Hille gesprekken voert met medewerkers van de boei. Vrijdag weer Los Sportcafé en zaterdag alweer een nieuwe Spakenburg Nu. Ik wens u nog een fijne dag.